soort van recensie. De podcast. Mijn naam is De Sebastiaan, want er is maar één Sebastiaan en dat ben ik. Maar er is maar ook één van jou en dat ben jij. Dus eigenlijk slaat die catchphrase of wat het dan ook is helemaal nergens op, van dat iedereen uniek is en dat soort dingen. Nou ja, mag je vergeten? Ik blijf het gewoon zeggen, want misschien onthouden mensen dat dan wel. En dan zeggen ze, oh, dat ben ik! Nou ja, dat ken je misschien ook wel. Nou goed, ik weet het ook allemaal niet. In mijn aantekeningen staan bovenaan geen gezeur, geen geklets, gewoon beginnen. Is al niet helemaal gelukt, zo te merken. Maar ik wil even zeggen dat ik dit dus ontzettend leuk vind, dit podcasten en lekker te kletsen. Maar ik heb dus ook zin om te kletsen met andere mensen en dat gaat dan ook gebeuren. Dus ik heb straks een afspraak staan en die, daar gaan we het over dingen hebben. Die ken je niet, maar dat maakt niet uit. Maar er komt ook, Kevin komt natuurlijk nog, maar eigenlijk is dit heel stiekem, deze aflevering, stiekem een uitnodiging. Een uitnodiging om, misschien wil ze wel langskomen. Want ik hoorde dat deel 3 uit gaat komen rondom de kinderboekenweek. En toen dacht ik, oh, hoe zou het zijn als je eerst niks hebt geschreven en dan ineens heb je een serie geschreven. Dus daar ben ik daar eigenlijk wel super benieuwd naar. En misschien heeft ze wel zin om langs te komen, want volgens mij is ze hartstikke gezellig. Maar, kortom, ik ben benieuwd of ze hierop reageert, of ze het überhaupt hoort of luistert. Dus Kelly, als je zoiets hebt van, oh, ik vind het leuk om langs te komen en te kletsen en oh, ik ben zo benieuwd naar je vragen. Of je wil gewoon zelf iets tegen me vertellen, dat kan natuurlijk ook. Je weet het niet. Dan moet je het gewoon even laten weten. Ik heb helemaal geen goede intro gedaan, hè. Dit slaat echt nergens op, want dit gaat om De Sterrensteen, het boek der veranderingen. Het eerste deel van De Sterrensteen, maar nu komt er dus ook een derde. Ik ga straks natuurlijk ook nog een stukje voorlezen. En moet ik dan gewoon nu gelijk een soort van recensie gaan doen? Of zoiets, want let's do it. Let's do it. Wat maakt het ook uit? Hoppakee. Wat maakt het ook uit? Ik ga beginnen. Even mijn stem. Wacht. Ik neem een slokje water. Dan kan je horen. Hoor je dat? Ik doe de ding open. Zo, en dan ga ik zo. Zo, nu is mijn keel gesmeerd. En dan kan ik beginnen met De Sterrensteen, het boek der veranderingen. Een soort van recensie dan, hè? Komt-ie. Ik heb getwijfeld of ik dit boek moest gaan lezen. Ik heb niets met spiritualiteit en geloof er precies nul in. Maar echt niks. Dus ook niet een beetje. Misschien zelfs wel min 1. Als dat ergens op zou slaan. Nog minder dan niks kan namelijk gewoon niet. Maar schrijfster Kelly van Kempen heet geen Kees. Dus zal ook vast niet zo zweven. Dus waarom ook niet? Ik ga lezen. Tot zo. Ken je Elfie al? Nee? Nou, ze wil journalist worden en houdt dus van de feiten. Haar ouders hebben De Sterrensteen. Een praktijk vol met spiritualiteit. Je kan je voorstellen, wat zij daar dus van vindt. Daar komen vaak vreemde types langs. En zo ook die ene dag. Maar dit was wel een heel raar type die haar een boek geeft. En wat voor boek? Dan moet je dat zeker gaan lezen, want het zou zomaar eens haar eerste artikel kunnen betekenen. Zo, nou ja, Elfie houdt dus van de feiten en daar ben ik dus heel erg blij mee. Het wordt nooit echt spiritueel en blijft super spannend, maar er gebeuren natuurlijk wel bijzondere, bovennatuurlijke dingen. Dat zijn de feiten. In het boek. En ik geloof het. Ik ga er helemaal in mee. Kelly pakt me helemaal in. Maar als ik de laatste bladzijde heb omgeslagen, ben ik weer in de gewone wereld. Een wereld zonder het bovennatuurlijke. En daar ben ik heel erg blij mee. Want wat zou dit boek waard zijn als we dat ook allemaal in deze wereld zouden hebben? Toch? Nou ja.
online kreeg ik dus het beeld van het zweverige rondom dit boek. Theeblaadjes lezen, tarotkaarten trekken, overal sterrenbeelden. Dat is zeker niet een dicht bij mijn bed show. Maar hoe naïef kon ik zijn? Het boek is uitgegeven door Billy Bones. Denk na, Sebastiaan. Hoe groot is de kans dat het stom is? Hè? Nou, je, precies, bijna niet. En de sterrensteen laat weer zien waarom deze uitgeverij nog meer liefde en lezers verdient. Dus hou je van een goede en vooral spannende detective, dan moet je dit gaan lezen. In sneltreinvaart ging ik er doorheen en heb enorm genoten. Niks zweverig. Detective is het woord dat bij dit boek hoort. Ik ga deze serie volgen. Ik ben hashtag Team Elfie. Maar echt, ik vond het echt superleuk. En die tweede is ook echt superleuk. Dus ik ben echt super benieuwd naar die derde. En ik ben super benieuwd of Kelly langs wil komen. En ik ben echt super benieuwd of zij een theeblaadje zou kunnen trekken. Trek je theeblaadjes? Nee, je trekt tarotkaarten en je bekijkt... Nou ja, dat kan ik daar haar dan vragen. En misschien kan ze me wel overtuigen om, weet ik veel... Nou ja, dit is allemaal hypothetisch, want ik heb geen idee of ze überhaupt wil. Maar goed, maakt niet uit. Naar aanleiding van deze een soort van recensie ging Kirsten van de kinderboekwinkel ging een tarotkaart voor mij trekken online. Ja, en nou, ja, ik weet niet meer wat voor kaart ik kreeg. Maar het was eigenlijk... Het klopte wel. Maar ja, welke kaart je ook zou trekken, dat klopt altijd. Op de een of andere manier kan je altijd wel elke kaart op je leven, op ieders leven, toepassen op wat voor manier dan ook. Weet je wel? En helemaal als je erin gaat geloven, of erin gelooft, ja, ja, ik weet het allemaal niet. Ik vind het allemaal, nou ja, wat ik al zei, het is niet echt een dicht bij mijn bed show. Dat geeft ook helemaal niet. Wat wel een dicht bij mijn bed show is, is een stukje lezen. Want misschien is het wel leuk als ik een klein stukje voorlees uit het eerste deel, De Sterrensteen, het boek der veranderingen. Nou, laat ik dan ook gewoon het hoofdstuk het boek der veranderingen doen. En dan kijk ik wel hoe ver we komen. Want het is best wel een eindje. Dus dat ga ik ga niet helemaal voorlezen. Maar weet je wat dan misschien wel leuk is? Dat je naar dekinderboekwinkel.nl gaat. Ja, ik word niet betaald om dit te zeggen. Maar beter doe je dat gewoon. Dekinderboekwinkel.nl. Of naar, naar billybones.nl. Is het billybones.nl? Ja, billybones.nl. Daar kan je het boek ook kopen. Of je vraagt gewoon Kelly. Hey Kelly, waar kan ik... dit boek kopen. En dan zegt zij... ja, bij de kinderboekwinkel.nl kan je dat kopen. Nou ja, dus eigenlijk hetzelfde. Zoiets. Ja, dit slaat helemaal nergens op, jongens. En meisjes. Daar moet ik ook een keer mee stoppen. Met dat... Hé, jongens. En och, man. Mens. Dat is beter misschien. Nou ja, als je daar ideeën over hebt, dan moet je me dat laten weten. Weet je wat ik ga doen? Ik zet deze uit. Want dan ga ik lezen uit De Sterrensteen. Het hoofdstuk heet Het Boek der Veranderingen. En ik denk dat dat... Ja, wat zal het zijn? Hoofdstuk 4 of zo? Hoofdstuk 4 of 5? Nou, maakt ook niet uit. Elk hoofdstuk begint met het volgende. Het Boek der Veranderingen. Verdachte gebeurtenissen, dubbele punt 3. 1. Spot en zijn handlangers... gingen langs bij de meerkoet op zoek naar meneer Dageraad. 2. Meneer Dageraad kwam naar de Sterrensteen om een boek af te geven. 3. Spot kwam naar de Sterrensteen. Hij zocht een boek en bedreigde Petronella. Persoon om in de gaten te houden, dubbele punt. 1. Spot en handlangers. 2. Meneer Dageraad. Personen om te ontwijken, dubbele punt. 1. Mats. 3 mannen, herhaalde de agent. Het was afschuwelijk, meneer, ging Petronella verder.
en ze sprong op van haar stoel. Haar kralenkettingen kletterden tegen elkaar. De agent keek er gehypnotiseerd naar. Ineens stonden ze in de sterrensteen. Ik had net 2 kaarsen aangestoken om wat negatieve energie te verdrijven. De sterrensteen? Vroeg de agent, die even met zijn hoofd had geschud alsof hij zijn blik los moest rukken. Ja, de spirituele praktijk van mij en mijn man. Aha, en wat doet u daar? Kruiden, geneeskunde, we leggen ook contact met het bovenaardse. De agent schraapte zijn keel. Het is me duidelijk, mevrouw Valerius. Hij gebaarde dat ze verder moest gaan. U was net een geest aan het verdrijven en wat gebeurde er toen? Nee, meneer. Ik was negatieve energie aan het verdrijven, begrijpt u? Ik had net een zeer lastige klant en er waren wat van zijn gevoelens blijven hangen. Mam! Elfie wierp haar moeder een boze blik toe. Agent Boomsma, een Noorse padachtige man met 1 grote doorlopende wenkbrauw, had hem sinds ze binnen waren gekomen alleen maar schaapachtig aangekeken en een paar woorden op een kladblaadje gekrabbeld. Dat zou hoogwaarschijnlijk zo meteen direct in de prullenbak belanden. Goed, zei Petronella sussend. Ik dwaal af. Ze kwamen binnen en vroegen of er een boek bij me was afgegeven. Een oud Chinees boek met een symbool op de voorkant. Dat was niet het geval, dat zei ik ze. Meteen beschuldigden ze me van allerlei leugens en werden ze behoorlijk agressief. Een oud Chinees boek, vroeg de agent. Petronella knikte hevig. Het deed me denken aan het boek der veranderingen. Dat is een eeuwenoud waarzegboek. Maar ja, of dat überhaupt nog bestaat? Ze schudde haar hoofd. En toen zeiden ze dat ze mij iets aan zouden doen. Waarzegboek, zei de agent, terwijl hij iets noteerde. En wat zouden ze u aandoen, mevrouw Valerius? Ze zouden me even wakker schudden. Zei de agent. Hij keek naar zijn papiertje alsof hij niet wist waar hij op moest schrijven. Dat was een dreigement, zei Elfie ongeduldig. Petronella knikte weer hevig. Meneer, u had moeten zien wat ik zag. Deze mannen hadden zulke schelle aura's. Ik werd er bijna door verblind. Weet u wel wat dat betekent? Bezeten door het verkrijgen van macht en overheersing. Elfie zuchtte diep. Het laatste beetje geloofwaardigheid van haar moeder was zojuist vergooid. Speciale gaven, ziet, aura's. De agent schreef het op en stopte toen. Dat is toch een soort gekleurd kringetje dat om mensen heen zit? Een energieveld, inderdaad. Ieder levend mens wordt erdoor omgeven. Het laat zien hoe het van binnen met ons gaat. En ziet u, met deze mannen ging het echt... Alleen sommige mensen kunnen dat zogenaamd zien, toch? Vroeg de agent. Elfie begreep meteen dat de agent haar moeder voor geen meter geloofde. Niet iedereen, maar ik... zei de agent. Hij krabde aan zijn kalende achterhoofd, maakte een aantekening op zijn kladblok en mompelde... Voelde zich bedreigd door felle kleuren. Nee, zei Petronella lachend. U begrijpt me niet. Mevrouw Valerius, het staat allemaal genoteerd. U hoeft zich geen zorgen te maken. De agent stond op en liep naar de deur van zijn kantoortje. Elfie sprong op. Meneer, diezelfde mannen zijn eerder in het dorp gezien hoor. Ze sloeg haar armen over elkaar. Mijn moeder is niet gek. Let op je toon, Elfie. Waarom zou die agent dat denken? Petronella glimlachte en wierp de agent een blik alsof ze wilde zeggen... Pubers? Juist ja, zei de agent en hij wierp een vlugge blik op zijn horloge. En wie hebben deze mannen eerder gezien? En waar? Het personeel van de Meerkoet, maar ze doen geen aangifte, want, begon Elfie, maar de agent liet haar niet uitpraten. Ach, bij het hotel of een kroeg gebeurt er wel vaker wat. Als ze om elk akkefietje aangifte zouden doen, houden ze geen klant meer over. De agent knipoogde en gaf Petronella een hand. Ik begrijp dat het een heel vervelende ervaring voor u was. Vergeet niet dat met deze hitte iedereen soms wat gekke dingen doet en ziet...
Het had niets te maken met de hitte, snauwde Elfie en ze beende voor agent Boomsma en Petronella het kamertje in. Zo, dat was De Sterrensteen, het boek der veranderingen, deel 1. Ik zou het vooral gewoon echt gaan lezen, want het is echt keileuk. Ook voor de niet-zweverige mensen zoals ik is het gewoon genieten geblazen. Zitten we dan toch weer op een ruim kwartier? Nu heb ik te lang voorgelezen, zeker misschien. Of heb ik toch te veel geklessen best? Nou ja, maakt niet uit. Geef sterren waar je sterren kan geven. Laat me weten welk boek je graag zou willen zien. Of willen horen. Of zoiets. Of welke gast je zou willen horen. Of iets dergelijks. En dan komt alles goed. Ik probeer woensdag een beetje de dag te laten zijn waarop ik dit ga uploaden en zo. Dus dat je een beetje een vaste dag krijgt dat je kan denken, oh, is het dan bijna? Is het dan bijna woensdag? Want dan komt een soort van recensie de podcast uit. Heb ik zo zin in. En dan overal feestjes. Zoals hier, kun je lekker dansen op dit muziekje. Nou ja, ik dwaal weer af. Dit was een soort van recensie. De podcast, ik doe het muziekje uit. Plop. Want dan is er ruimte voor de eindtune. Daar komt die. 3, 2. Oh, en nog even één ding. De Sterrensteen lezen. Het boek der veranderingen. Doei! Een soort van recensie.